Ik ben Cas Stevens, 17 jaar oud en ik heb gescheiden ouders. Want ik leef nu, ik ben nu bij mijn vader in Elst. En als ik bij mijn moeder ben, dan ben ik in Oosthout. In de vrije tijd vind ik het leuk om te gaan sporten. En ik hou er ook van gewoon om met vrienden een keer iets leuks te doen, naar de stad te gaan. Of gewoon een keer naar een feestje toe, zeg maar. Op de donderdag pakken Michiel en ik, hebben we allebei een eigen team gekregen. Michiel heeft de onderjongens, de onder 10 van de jongens, nummer 1. En ik heb de onder 10 2. Dan pakken we zaterdag, of dat is donderdag, dan pakken we allebei dat team. En dan helpen we gewoon de trainer met het klaarzetten van de oefeningen. En dan het stimuleren van de spelers natuurlijk. En op de zaterdag gaan we ook mee met de wedstrijd. Want dan, anders komen we ook niet aan onze uur rond. Maar dan gaan we gewoon mee met de wedstrijd, wat ook extra leuk is. Want dan kan je het ook in praktijk brengen natuurlijk, van wat je getraind hebt. En dan kan je ook meteen zien waar je aan moet werken als trainer. Wat ze nog wel en wat ze nog niet heel goed doen. Zeg. Toen ik een jaar of 4 was, toen startte ik met voetballen bij Lista in Els. Het waren nog niet echt wedstrijdjes, maar ik heb uiteindelijk op mijn 5e al een debuut gemaakt. Mocht ik mijn broersteam meedoen. Toen vond ik voetbal dus al helemaal geweldig. En was ik ook altijd eigenlijk al met de bal bezig. Voornamelijk aan de voetbal natuurlijk. En toen was ik gewoon bij Lista gebleven. Toen kwam ik uiteindelijk in de F2 samen met Silvio. Waarmee ik ook doorstroomde naar de F1. Samen met Silvio ook. Toen zijn we eigenlijk altijd in de E1, in de D1. En toen uiteindelijk ook nog in de C1 samen geweest. Dus ik en Silvio. En toen ging Silvio naar de onder 19. Toen bleef ik in de onder 17. En toen was ik uiteindelijk ook in de onder 19 gekomen, omdat we anders de onder 19 niet rondkregen. En toen mocht ik ook af en toe een keer meedoen met het eerste van de Lista, met trainingen en toen op een gegeven moment ook wedstrijden, waar ik toen ook wel volgens hun natuurlijk gewoon goed deed. Maar ik merkte dat ik een stapje hoger kon en dat ik dat ook wilde. En toen ben ik naar Bemmel gegaan, ben ik daar een aantal keer mee gaan meetrainen bij de onder 17-1, die op dat moment 6e divisie speelde. En toen kwam ik uiteindelijk in de 19-2, omdat het daar zo'n regel is dat als je daar komt, dat je eerst een half jaar in geen selectieteam mag spelen. En daarna mag je gewoon doorstromen naar selectie. Toen zit ik vanaf nu in de 19-1 sinds dit seizoen. En op dit moment spelen we derde divisie. Maar dat is nog een klein stapje te hoog, omdat het een nieuw team en een nieuw seizoen is. Dus waarschijnlijk gaan we na de winst op 4e divisie spelen. Om deze opleiding te doen is omdat ik later graag met kinderen wil werken. En het leuke ervan is dat ik ze gewoon veel kan leren. Dat ik ze motorisch verder kan helpen in hun vaardigheden. En dat ik ook veel van hun kan leren. Zodat ik dat later ook gewoon, nu bijvoorbeeld met deze opleiding, ga je veel stage lopen. Ga je bij de leerafdeling, ga je ook al kleinere kinderen helpen. En als ik dat dan allemaal mee kan nemen vanuit SIOS naar later, dan kan ik daarmee heel veel waarschijnlijk bereiken, hoop ik natuurlijk. Ik hoop dat als ik later als sportleider ook kinderen ga trainen, dat ze dan lekker enthousiast en fanatiek mee gaan doen. Want dat wil ik zelf natuurlijk ook gewoon hebben, dat als ik daar training kom geven, dat ik lekker enthousiast ben, dat ik lekker mijn ding kan doen en dat iedereen gewoon goed meedoet. En dat dan ook bijvoorbeeld als ze winnen, dat ik ook een keer kan belonen. Zeg maar, zo kan ik het ook weer stimuleren. En ik hoop natuurlijk ook dat ik later gewoon de kinderen veel kan leren van wat ik weet. En ik hoop dan dat ze daardoor ook goed kunnen ontwikkelen, ook al kunnen ze het nog niet heel goed. Ik verwacht op deze opleiding dat we veel gaan sporten. En toen ik op een open avond was van SIOS, toen dacht ik al meteen van, dit is een opleiding voor mij, omdat ik heel erg van sporten hou natuurlijk.
En het is ook het complex natuurlijk van het Sios is heel groot. Je hebt genoeg faciliteiten waar je je dingen kunt doen. Je kunt zwemmen, je kunt atletiek doen. Eigenlijk bijna alles wel. Dus er is niet echt één sport waar ik denk van dit kan je hier niet. Vanaf zaterdag 9 oktober starten Michiel en ik met onze stage. Dan gaan we bij Dave wel een Lent voetbaltraining geven. Op de dinsdag gaan wij een circuittraining doen, maar dat weten de kinderen ook al, dus die hebben dat al eerder gedaan. We krijgen samen een groot veld, waarvan we allebei een helft krijgen, met 4 teams. En bij die 4 teams horen, of staan gewoon trainers, dus gewoon vaders van de kinderen. En die leggen gewoon oefeningen uit en die organiseren gewoon, of die helpen gewoon bij de oefening. En wij zijn een beetje gewoon de observeerders en wij helpen de kinderen natuurlijk ook gewoon goed en wij stimuleren ze ook. Maar wij zijn niet bij specifiek 1 oefening. Dus we doen gewoon hetzelfde als wat Boyd, Tijn en Marit op de leerafdeling doen. Mijn motivatie om deze opleiding te doen is omdat ik later graag met kinderen wil werken. En het leuke daarvan is dat ik ze gewoon veel kan leren. Dat ik ze motorisch verder kan helpen in hun vaardigheden. En dat ik ook veel van hun kan leren, zodat ik dat later ook gewoon, nu bijvoorbeeld met deze opleiding, ga je veel stage lopen, ga je bij de leerafdeling, ga je ook al kleinere kinderen helpen. En als ik dat dan allemaal mee kan nemen vanuit SIOS naar later, dan kan ik daarmee heel veel waarschijnlijk bereiken, hoop ik natuurlijk. En ook vooral de kinderen gewoon goed stimuleren en een goede band met ze opbouwen, dat vind ik ook belangrijk. Als je een goede band hebt met je kinderen die je lesgeeft, dan heb je natuurlijk ook meer gezag en meer, dan kan je ze meer aansturen en luisteren ze ook beter.